Hallo allemaal, we zijn weer terug voor het laatste gedeelte van onze reis. Onze koelkastenlijn. We staan nu bij de assemblagelijn van onze koelkasten. De eerste stop is bij het cosmetische metalen frame, dat met behulp van deze machine wordt gebogen. Hierna zien we het vriesvak, dat ook moet worden gebogen, waarna de zijkant worden afgewerkt. Met behulp van een robotarm wordt de achterzijde gemonteerd. Dit gedeelte van de koelkast wordt nu verplaatst naar het begin van de productielijn. Hier zien we het allereerste deel, een plastic kabinet waar enkele slangen en kabels aan worden bevestigd voor het bedieningspaneel. Vervolgens wordt het frame van het vriesgedeelte, wat we zojuist hebben gezien, toegevoegd aan het plastic kabinet. En gaat de buitenwand eromheen. Dit hele deel is het begin van de koelkast. Deze koelkast gaat nu naar de productielijn waar deze gevuld wordt met schuim. Waarom gebruik van schuim? Omdat dit perfecte isolatie geeft aan je koelkast. We volgen nu de koelkast naar de schuimmachine, aan het einde van de productielijn. Hier zijn we aangekomen bij de schuimmachine, waar het een aantal seconden duurt om de gehele koelkast te vullen met schuim. Na 330 seconden komt de koelkast uit de schuimmachine, waarna deze teruggaat naar de productielijn. Vervolgens wordt de cooling unit gemonteerd en gaat de koelkast verder in het productieproces. De volgende stap is het afplakken van alle onderdelen voor een tweede schuimvormingsproces aan de achterzijde van de koelkast. Wanneer dit klaar is, wordt gecontroleerd of alles in orde is. Nu kan de koelkast worden afgewerkt. Nadat de koelkast is gevuld met schuim, wordt er tevens een indicatielabel geplakt, voorzien van een model met bijbehorend serienummer. Onze boorrobot kan aflezen aan dit label welke gaten er nodig zijn voor de deur, de scharnieren en het bedieningspaneel. Vervolgens vindt het schoonmaken van de koelkast plaats, het plaatsen van de koelvinnen en de nodige waarschuwingslabels. We zetten nu de koelkast op zijn kop voor het plaatsen van de scharnieren op het frame van de koelkast. Overige onderdelen worden hier ook gemonteerd. De koelkast wordt weer teruggedraaid voor het plaatsen van de onderdelen aan de binnenzijde. Vervolgens wordt de deur gemonteerd, welke we juist hebben gezien in productie. De koelkast wordt nu verticaal gedraaid. De eerste controle is of dat alle onderdelen aanwezig zijn. En aansluitend zal de koelkast getest worden op 12 volt, 230 volt en gas. Al onze koelkasten worden 100% getest. Hier doen we een allerlaatste controle en schoonmaak van de koelkast. Gezien het gewicht nu van de koelkast, worden deze met behulp van een lift op een pallet gezet. Heavier, so
waarna het distributieteam ervoor zorgt dat de koelkasten aan de kampeerreis kunnen beginnen. Dank jullie wel!